uit het hart. U begrijpt dat ik wilde weten wat daar nou mee bedoeld werd. Het toeval wil dat juist op dat moment, in die tijd, een galerie uit Hoorn Aida had benaderd voor een expositie. Ik stelde hun voor om 6 kunstenaars te exposeren met wie Aida pas zeer kort contact had. De kunstcommissie van Hoorn vond het een spannende uitdaging. Tegen al hun gewoonten in stelden ze deze keer geen door hunzelf opgelegde bedachte kwaliteitseisen. Laat maar eens zien, zeiden zij. Ayubi deed ook mee. Het werd een mooie tentoonstelling en er werd goed verkocht. Wat niet wegneemt dat elke kunstenaar uiteraard ten alle tijde van harte welkom is. Dat was wat Ayubi betreft pas 8 jaar later, afgelopen maand. Ik werd gesommeerd om bij hem langs te komen. Het werd een hernieuwde kennismaking. Ik realiseerde mij dat ik over Ayubi en zijn schilderijen niet meer wist dan dat ik u zojuist verteld heb. Om iets meer over de kunstenaar te weten te komen, deed ik met een paar bekenden van hem een spelletje dat ik als kind al graag speelde. Ik stelde de vragen en nu voor u zal ik ook meteen het antwoord erbij zeggen wat zij op mijn vragen als antwoord gaven. Het ging als volgt. Welke kleur is Ayubi? Oranje-rood. Van welk materiaal is Ayubi? Hout. Is hij koffie of is hij thee? Thee. Welk jaargetijde is hij? Zomer. Is hij dichtbij of ver weg? Dichtbij en ver weg. Welk meubelstuk is hij? Een stoel om op te leunen. Welk voertuig? Een auto. Welk dier? Een paard. Welk instrument? Een rabab. Hard of zacht geluid? Zacht. En een laatste vraag. Ayubi gaat op reis. Wat neemt hij mee? Doek en verf. En hij moet niet vergeten zijn paspoort mee te nemen. Het blijft een leuk spelletje. En u zult het met me eens zijn, door zo'n spelletje krijg je toch een aardig beeld van die man. Maar voor zijn schilderijen hoef je geen spelletje te spelen, je hoeft alleen maar je ogen te gebruiken. Ik heb mijn ogen goed de kost gegeven. Ik zal u vertellen wat mijn ogen hebben gezien. We kunnen om te beginnen vaststellen dat de schilderijen gemaakt zijn door een deskundig vakman. Zijn penseel weet precies hoe het schildersdoek opgevuld moet worden. De compositie, de opbouw en de techniek van de schilderijen verraden dat de schilder een perfecte opleiding heeft gehad. Je zou bijna durven zweren dat de schilder les heeft gehad van een Russische professor. We zien om ons heen dat zijn penseel van realistisch houdt. Je zou kunnen zeggen dat de schilder ervan houdt om de werkelijkheid heel nauwkeurig weer te geven. Maar hoe ziet die werkelijkheid van Ayubi er dan uit? Op elk schilderij brengt de schilder 2 werkelijkheden bij elkaar. Op het ene schilderij zien we een Madonna op het voetstuk van de in 2001 door de Taliban verwoeste Boeddha-beelden. Het is de nieuwe wereld van Ayubi op de kapotgeschoten rijkdom van een eeuwenoude cultuur. Op het andere schilderij zien we zijn drijfveer van nu. De schoonheid van naakte vrouwen tegenover de rauwe wereld van toen, de mannen te paard. Zoals in dit schilderij. Schilderij vertrekt vanuit die dubbele werkelijkheid en daarmee vertelt Ayubi zijn eigen verhaal. Ayubi schuift de werkelijkheid van zijn leven en het leven van vandaag de dag in elkaar. Zo wordt elk schilderij zijn verhaal. Het is het verhaal van een aan flarden geslagen verleden. Dat verleden zal hij hoe dan ook altijd bij zich dragen. Hij kent dit verleden door en door en weet ook precies
hoe hij dat op de doek moet zetten. Daarnaast zien wij zijn niet te stille honger naar schoonheid die Ayubi zoekt te vinden op de plek waar hij nu leeft. Met andere woorden, Ayubi wil laten zien dat schoonheid onverwoestbaar is en altijd hoe dan ook uit de puinhoop tevoorschijn zal komen. Vooralsnog gaat Ayubi voorzichtig te werk. De kleuren en het landschap zijn nog een beetje vandaar. Maar een enkele keer spat een gedurfd rood van het doek. Stapje voor stapje wordt de vrije ruimte van het doek veroverd. Om je werkelijk vrij te voelen heb je veel, heel veel verbeeldingskracht nodig. Vrijheid krijg je nooit vanzelf en nergens voor niks. Ook voor vrijheid moet je vechten en daar moet je hard voor werken. Tot slot wil ik u een gedicht voorlezen waar ik bij het zien van de schilderijen onwillekeurig aan moest denken. Het is een gedicht van de dichter Maria Vazalis en ik zal het in het Nederlands voorlezen. En ik heb Shakila Asisada gevraagd om het in Ayubi's moedertaal voor te dragen. Dan weet u gelijk hoe mooi het klinkt en hoe het voor mij voelde om naar deze schilderijen te kijken. Het gedicht gaat als volgt. Daar lag tegen een duin vlak bij de kust een vrouw. Groot als een godenbeeld, maar gaaf. Het was een beeld van rust. Ze lag bewegingloos, haar ogen stonden open en wat geruis leek van de zee of van de wind bleek fluisterend te zijn, waarnaar zij scheen te luisteren. O, laat mij vrij, fluisterde zij naar boven. O, laat mij vrij, desnoods om kwaad te doen. Laat mij luid spreken, ook al zou ik liegen. Geef me te eten, drinken, ook al zou ik spugen. Liefhebben, zelfs al zou ik ontrouw zijn. Ik vast te lang en haat de geur der heiligheid. Ik ben op slot en haat de veiligheid. Ik lig als Gulliver gebonden door duizend levende, niet zichtbare en taaie draden. Maar mogen deze grote voeten niet meer waden en mijn plat uitgestrekte open handen nooit weer iets grijpen, strelen? Open handen nooit weer iets grijpen, strelen? Dode landen, laat mij weer vrij. Ik wil weer rechtop staan en ga opzij. Dan doe ik minder kwaad dan als ik lig gebonden met de diepe haat der machtelozen. Die alleen maar ogen zijn. Gladde, geruisloze, opale kannibalen. Goedendag, salam alaikum. Mijn naam is Joost van Bennekom. Ik ben erg trots hier aanwezig te mogen zijn op de openingstentoonstelling van het werk van meneer Ayubi. Ik beschouw hem als een groot talent. Ik denk dat Afghanistan een geweldig kunstenaar heeft voortgebracht. We kunnen het ook zien aan de hand van de schilderijen die hier hangen. Het is een beetje surrealistisch. Het is een mooie mix van modern en traditioneel. Het grijpt terug op de rijke historie van het land Afghanistan. En ik denk dat deze meneer nog beroemd gaat worden in Nederland ook. Volgens mij heeft hij al een naam in Afghanistan. En dat is een naam die hij verdient. Het land mag heel erg blij zijn met zo'n kunstenaar. Dank u. Да, я на Таминдадзе приехала из не приехала, а живу в Голландии, из Грузии. Знакома с Ауби с 2000-го, кажется, года. И мы экспозировались вместе, и я бывала и на его экспозициях. Блистательный, могу сказать, художник, но то, что я вижу, я его работы не видела. Ну, года 4-3, я бы сказала. И это такой повзрослевший, я бы сказала, художник. В общем, я бы художник с большим именем и желаю ему всего наилучшего. Он, в общем-то, поменял стиль. Мне лично почему-то, не знаю, мне ближе его ранние работы и то, что чем он занимался. Ну, это мне ближе, но то, что он поменял стиль, это и делает это блистательно, это естественно, и мы видим все. Ну,
Так, пожелаем всего наилучшего. Да, еще он женился, оказывается, недавно. В общем, вот так. Поздравляю вам. اسم گلمکه رشید است از شهر زندان اومدیم از ما یک گروپ اومدیم از نام انجمن کلتوری زن مستق امروز افتتاح نمایشگاه آقای ایوبی است که اینجا آثارش همیشه به دیوارا میبینیم فوق العاده مقبول است عالی است ما در این آثار بسیار نوآوری ها میبینم که زحمت بسیار زیاد کشیدن معلوم دار است ولی امروز نتیجهش هم میبینن که به چی تعداد علاقه مند آمدن از این نمایشگاه دیدار میکنن فوق العاده عالی است موفقیت بسیار زیاد برشون تبریک میگم و داینده هم موفقیت های بسیار زیاد چشمگیر برشون میخواییم امیدوار هستم که دیگه هنرمند های افغان که در مهاجرت زندگی میکنن اینا هم مثل آقای ایوبی معلومدار همشان زحمت میکشن همین قسم آثار خود به نمایش بگذارن تا ما افغانا که از وطن دور هستیم و از دیدنش زیاد لذت میبریم به نمایش بگذارن و ما هم مستفید شویم تشکر